Een dagboek bijhouden. Je hebt het mij inmiddels al heel vaak horen zeggen, hè, dat ik het aanraad om eens een tijdje een dagboek bij te houden. Om te kijken, waar komen je klachten vandaan en wat kan je eraan doen? Want heel vaak hebben we namelijk geen idee waarom en waardoor die klachten ontstaan. En overvalt dat nare gevoel je uit het niets. En er is eigenlijk altijd wel een reden en een oorzaak voor dat gevoel in die hyperventilatie. Alleen zien we dat vaak niet zo. En er zijn vaak meerdere factoren die meespelen en om meer inzicht te krijgen, dat is vaak best wel lastig. En in al die jaren dat ik mensen coach, hè, dan adviseer ik echt altijd iedereen om een dagboek bij te gaan houden. En ik krijg dan een heel veel beter beeld van iemand met meer belangrijke informatie, maar het levert ook jezelf heel veel inzichten op. En want ik denk namelijk dat je echt niet altijd een coach zoals ik nodig hebt, maar ook zelf hiermee aan de slag kan gaan. En dus wil je ook meer inzicht hebben in het ontstaan van jouw hyperventilatie en klachten, zodat je weet wat je eraan kan doen? En start dan vandaag nog met het bijhouden van een dagboek. En want pas als je weet wat er gebeurt, waardoor je klachten ontstaan, dan ook pas weet je wat je kan veranderen, wat je eraan kan doen. Het is dus zo ontzettend belangrijk. Want heel vaak, ja, wat ik zei, hè, overvallen die klachten je. En heb je, ja, weet je gewoon niet zo goed hoe en wat er gebeurt en ja, want als ik jou vraag, wat heb jij gisteren allemaal gedaan en wat heb jij tussen de middag gegeten? En dan moet je wel even goed en diep nadenken, omdat je dat vaak gewoon al helemaal niet zo bewust mee weet. En door het gewoon eens een tijdje op te schrijven, ja, dan wordt het allemaal veel duidelijker voor jezelf. En want er gebeurt gewoon zoveel om ons heen en sommige dingen zijn zo gewoon en we onthouden ook belangen aan niet alles. En door dan toch eens een tijdje gewoon alles op te schrijven. En dan kan je er echt wel heel veel waardevolle informatie voor jezelf uithalen. Waar je dan aan kunt gaan werken. Wat ik zelf doe, is ik heb bijvoorbeeld gewoon een lege agenda. En dus die gebruik ik echt alleen als dagboek. Ik vind het zelf fijn om gewoon één pagina op één bladzijde te hebben. Maar ja, dat is wat jij zelf fijn vindt. En dan heb je gewoon heel duidelijk, hè, welke dag het is, welke maand het is. En dan kan je daar een tijdje gewoon wat dingen op gaan schrijven. Je kan ook gewoon werken met een schriftje. En dan schrijf je op, hè, welke dag het is. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En dan dan kan je het voor jezelf gewoon eens een tijdje bijhouden. Daarnaast kan het ook heel fijn werken om eens gewoon alles wat je in je opkomt eens een tijdje op te schrijven. En om gewoon je hoofd leeg te maken. Nou, dus wat kan je bijvoorbeeld allemaal noteren? Nou, wat ik al zei, welke dag het is. En dat klinkt heel logisch, maar ja, dat is het niet altijd. Want wat mij bijvoorbeeld heel vaak is opgevallen bij mensen, is dat heel veel mensen bijvoorbeeld op woensdag gewoon meer last hebben. Bijvoorbeeld, hè, ik noem nu woensdag, maar het kan net zo goed donderdag of vrijdag zijn. En als je dat voor jezelf weet, dat je na een tijdje, dat je het noteert, dat je denkt, hé, maar op woensdag heb ik wat meer last. Dan kan je eens gaan kijken, hè, wat is er dan op woensdag anders dan op de andere dagen? Of wat is er dan op dinsdag anders, hè, waardoor je misschien woensdag meer last hebt? Of misschien in jouw geval wel minder last heb op die ene dag. Dus ja, kijk daar eens gewoon een tijdje naar. Nou, wat je natuurlijk sowieso ook gaat noteren is wat voor bijzonderheden er zijn op die dag en wat je gedaan hebt. Heb je gewerkt? Heb je gehaast? Wat heb je allemaal voor bijzonderheden? Heb je iemand gesproken? Heb je juist wat meer tijd voor jezelf genomen? Dus eigenlijk alles wat anders is die dag, wat je gedaan hebt of wat opvalt, dat noteer je. Nou, dan ga je natuurlijk ook noteren hoe je je voelt. Voel je eigenlijk wel redelijk vandaag? Of voel je je niet zo goed? Of heb je last van hoofdpijn? Heb je last van je buik? Of noteer dat gewoon allemaal eens. En wat belangrijk is, dat je ook een onderscheid maakt in ochtend, middag, avond en eventueel de nacht. Dat je dat ook duidelijk hebt voor jezelf, van wanneer heb je nou... wanneer heb je nou wat gedaan? Schrijf dan ook op welk tijdstip je last kreeg. Heb je vaker in de ochtend last of heb je juist aan het einde van de middag last? Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld aan het einde van de middag last. En door je daar bewuster van te zijn, dan kan je gaan kijken, is het dan voor mij belangrijk dat ik hier tussendoor wat vaker wat eet of wat meer rust neem of even wat iets anders ga doen? Dus dat is natuurlijk ook belangrijk. Schrijf ook op wanneer je last hebt.
Nou, daarnaast ga je ook opschrijven of je voldoende rust en ontspanning hebt genomen. Tijd voor jezelf hebt gehad. Of je bijvoorbeeld hebt gesport of hebt wat bewogen. Of, ja, dus ook die dingen moet je natuurlijk goed opschrijven. Wat ook vaak veel waardevolle informatie kan opleveren is om op te schrijven wat je hebt gegeten en gedronken. Of ben je te laat aan het eten geweest? Heb je gejaagd even snel een broodje naar binnen geschoven? Of, ja, want wat je eet en drinkt kan ook zeker invloed hebben op je klachten, op de hyperventilatie. Wat ook een belangrijk punt is om op te schrijven hoe je hebt geslapen. Heb je goed geslapen? Was je onrustig? Want ook uit de nacht kan je gewoon veel waardevolle informatie halen. Maar ja, heb je slecht geslapen? En dan is de kans natuurlijk dat je overdag gewoon wat minder goed voelt natuurlijk ook wat meer aanwezig. En voor de vrouwen raad ik ook zeker aan om je menstruatiecyclus te noteren. Want de hormonen hebben ook echt een belangrijke rol. Nou, dit moet je echt wel minimaal 2 weken bijhouden. Echt minimaal. En het dan teruglezen alsof het eigenlijk een dagboek van een vreemde is. Oftewel met afstand en zonder oordeel. En wat je dan bijvoorbeeld kan doen, hè, is dat je met markeerstiften gewoon wat dingen gaat markeren die je opvallen in dat dagboek. Of je pakt even een apart blaadje en dan schrijf je gewoon op wat valt me op. En dan kijk je bijvoorbeeld naar welk tijdstip heb je vaker last, welke dagen heb je vaker last, naar welke activiteit heb je wat meer last. Welke dagen slaap je wat beter, wanneer slaap je slechter. En dus probeer dat echt met afstand te lezen, dus of het van een vreemde is. Dus om het oordeel eigenlijk even los te laten. En als je dus weet wat er dan, wat je opvalt, dan kan je natuurlijk gaan kijken wat je hierin kunt veranderen. Want dat is natuurlijk waar je heen wil, hè, wat zo ontzettend belangrijk is om daar te gaan kijken. En houd het echt wel een tijdje bij, hoor. Want ik zeg 2 weken, dat is eigenlijk natuurlijk vrij kort. Sommige dingen zul je misschien wel opvallen, die kleinere dingen. Bijvoorbeeld einde van de middag wat meer klachten hebt, dat haal je er vaak wel al uit in 2 weken. Maar als jij bijvoorbeeld, wat ik zei, die woensdagen, ja, dan heb je vaak natuurlijk wel een paar woensdagen nodig, wil je dat patroon gaan herkennen. In al mijn online cursussen beschrijf ik dit heel erg uitgebreid. En geef ik voorbeelden wat je kunt noteren. En gaan we daar nog veel dieper altijd op in. Want ik vind dit echt een ontzettend belangrijk onderdeel. Want ja, pas als je weet wat er niet goed gaat, kan je het veranderen. En vaak is het zo groot en zo vaag voor jezelf. Dus wil je van je klachten af, ga er zeker mee aan de slag. Ga het noteren en kom je er zelf niet uit. Laat het dan eens door iemand anders bijvoorbeeld lezen. Misschien vallen die wel dingen op, bijvoorbeeld je therapeut, je fysiotherapeut of psycholoog. Of misschien gewoon een goede vriendin of je partner, hè, dat die je ook eens mee kan kijken. Maar daarnaast echt, ik denk echt dat je er zelf ook heel veel al uit kunt halen. Dus ga er echt mee aan de slag. En niet morgen, maar vandaag beginnen. Een dagboek bijhouden. Je hebt het mij inmiddels al heel vaak horen zeggen, hè, dat ik het aanraad om eens een tijdje een dagboek bij te houden. Om te kijken, waar komen je klachten vandaan en wat kan je eraan doen? Want heel vaak hebben we namelijk geen idee waarom en waardoor die klachten ontstaan. En overvalt dat nare gevoel je uit het niets. En er is eigenlijk altijd wel een reden en een oorzaak voor dat gevoel in die hyperventilatie. Alleen zien we dat vaak niet zo. En er zijn vaak meerdere factoren die meespelen en om meer inzicht te krijgen, dat is vaak best wel lastig. En in al die jaren dat ik mensen coach, hè, dan adviseer ik echt altijd iedereen om een dagboek bij te gaan houden. En ik krijg dan een heel veel beter beeld van iemand met meer belangrijke informatie, maar het levert ook jezelf heel veel inzichten op. En want ik denk namelijk dat je echt niet altijd een coach zoals ik nodig hebt, maar ook zelf hiermee aan de slag kan gaan. En dus wil je ook meer inzicht hebben in het ontstaan van jouw hyperventilatie en klachten, zodat je weet wat je eraan kan doen? En start dan vandaag nog met het bijhouden van een dagboek. En want pas als je weet wat er gebeurt, waardoor je klachten ontstaan, dan ook pas weet je wat je kan veranderen, wat je eraan kan doen. Het is dus zo ontzettend belangrijk. Want heel vaak, ja, wat ik zei, hè, overvallen die klachten je. En weet je gewoon niet zo goed hoe en wat er gebeurt en ja, want als ik jou vraag, wat heb jij gisteren allemaal gedaan en wat heb jij tussen de middag gegeten? En dan moet je wel even goed en diep nadenken, omdat je dat vaak gewoon al helemaal niet zo bewust mee weet. En door het gewoon eens een tijdje...